wat jouw smart luxury moment is? Ja, dat is de salsa dansen. Mm-hmm. Nou, als je bijvoorbeeld een drukke dag hebt gehad, kun je gewoon eventjes lekker alles van je afzetten. Gewoon lekker over de dansvloer zweven en eventjes alles laten gaan en vrolijk worden van de muziek. Heerlijk, dat neemt niemand meer af. Oké, thanks. I would wake up one day. Mijn smart luxury moment is als ik op Tantillen ben, ik zit in de zon aan het zwembad, een boekje te lezen, een wijntje te drinken, dat, of te puzzelen, dat is het mooiste moment. I used to scream when a whisper would do. Wat is jullie smart luxury moment? Ja, ons smart luxury moment is toch wel om 5 uur 's middags, op vrijdag uiteraard, met een pilsje in de hand al proostend, zingen wij altijd als liedje. Hè? Dat hebben Ed en ik wel ingestudeerd en dat heet dan ja, bam 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 pils. Bam bam pils, bam bam, 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 bam pilsjes. Ja, en dan gaan we door en dan drinken we lekker een biertje op het weekend. Mijn feel-good moment is kampioen worden van Nederland in basketbal op het hoogste niveau. Als ik op het veld sta, dan gebeurt er gewoon iets met je. Dan heb je gewoon echt zoiets van. Peggy, wat is jouw smart luxury moment? Mijn smart luxury moment is als mijn schilderijen bij familieleden en vrienden komt te hangen. Ja. En daar respons op komt van mensen die ik helemaal niet ken. En die ook graag schilderijen willen hebben dan van mij. Richard, wat is jouw GC smart luxury moment? Het moment op Basel dat iemand aan mij vroeg, heb jij een AP of een JL? Wat een Oudman Piquet is of een Jäger de Coultre. Nee, is dat AP of een JL? Ja. En toen zei ik, nee, ik heb een GC. GC, ja. Mijn smart luxury moment is als ik een lekkere middagje in de keuken heb staan kokerellen. Wat nieuwe dingetjes uitgeprobeerd en het lukt allemaal. En dan uiteindelijk ga je je gasten verwennen met het heerlijke diner. En als ik de mensen dan zo tevreden zie smullen, ja, dat is mijn smart luxury moment.